Overvecht heeft een paar van die echte bekende herkenningspunten. Het winkelcentrum, de watertoren, maar ook een heel kleintje. Een bloemenkiosk, niet eens zo ver van mijn huis. Jarenlang zaten Sven en Fien hier. Die genieten nu van wat meer vrije tijd. En de zaak is nu van Manon. Hey, hi. Ja, je wil een hand geven, maar dat kan nog niet. Tuurlijk wel. Hoi. Hi, Manon. Hi. Kan ik meteen helpen? Ja, ga. Links of rechts? Die kant op. Die kant op. Wacht even. Waar laat ik nou mijn sleutels? Hier. Als jij hem. En dan haal ik hem hier omhoog. Oké, kijk uit voor je tenen. Ja. Zo. Dan zetten we hem iets verder door. Yes. Wel zo. Oh, het wordt nu meteen ook weer dat je zin krijgt in bloemen. Ja, toch? Beetje voorjaar in huis. Ja. Ja, ik hou er wel van. Hè? Wat een leuk stekkie heb jij hier. Dankjewel. Jaren van een echtpaar geweest. Klopt, ja. Ja. En jij zit er nu? 1,5 jaar ongeveer. Ja. Ben je blij? Ja, zeker. Ja, eindelijk je eigen plekje, hè? Ja. Dus dat, fijn. Ik ben niet zo van de decoratie. Moet oh, die lag gewoon ondersteboven. Ja, helemaal goed. Ik krijg een beetje vakantiehuisje idee erbij. Ja, toch? Ja. Zo. Je nieuwe bloemen? Ja, klopt. Die zijn vannacht geleverd. Plantjes, bloemetjes. Kun je aan de bak? Ja. Jouw kiosk is echt een heel bekend punt in de wijk. Klopt, ja. Maar hoe ben jij daar terecht gekomen? Ja, dat is een goeie. Een vriend van mij was de leverancier van hier. Ja. En die vertelde eigenlijk dat Sven en Fien ermee op gingen houden. En toen dacht ik, oh, maar dit is mijn kans. Als ik dit voor elkaar krijg, heb ik eindelijk mijn eigen plekje. Ja. Want je wilde altijd al altijd zijn. Al, ja. Dus ja, en toen is het balletje gaan rollen en toen zijn we dat gaan regelen. Ja. Voelt het al een beetje als thuis? Ja, zeker. Je bent hier 5 dagen in de week, soms 6. Dus ja, je bent echt wel, dit is gewoon je tweede thuis, zeker. Ja. En hoe reageert de wijk? Want verschillend. Sven heeft er echt heel 25 lang jaar gezeten. Ja. Dus dat is wel eventjes voor heel veel mensen echt wel shocking. Van, van wat oudere mensen en dingen, zo lang bekend. En dan ineens naar zo'n jonge gup die hier dan staat. Ja. Dat vonden ze het wel? Ja, juist. Ja, vooral dat. Maar ja, nu na 1,5 jaar merk je wel echt dat je vaste klanten krijgt en de mensen eraan gewend raken. Hier zitten de bloemen. Ben je zelf Overvechtse eigenlijk? Nee. Ik kom uit Lopik eigenlijk. Oh, je bent een dorpsmeisje. Ja. Dat zou je nu ook niet meer zeggen. Maar... Hoe ben je zo verzeild geraakt hier? Mijn opa en oma woonden altijd in Utrecht. Dus die, in Overvecht dan? Die hebben altijd echt in Overvecht gewoond. Ja. Dus ja, op een gegeven moment worden ze ouder. En dan, toen zei mijn moeder van, ik wil eigenlijk heel graag terug naar Overvecht. Dus nou, toen zijn we weer terug naar Utrecht. Moest je wennen, want Lopik is echt heel klein. Ja, dat is wel shocking, want in het dorp ben je dat niet gewend. En daar fietste ik altijd overal nergens toe. En toen kwam ik hier voor het eerst op de straat weg. En toen dacht ik, ik word hier zo meteen doodgereden. Ja. Gewoon zo druk. Moest je wennen aan voor jezelf werken? Ja, tuurlijk. Want je zat al wel in de bloemen, toch? Ik zat in de bloemen, maar voor een baaswerk is toch wel heel wat anders dan voor jezelf. Ja, wat is er anders? De boekhouding. Alles waar je niet van droomt als meisje. Juist, vooral dat. Ja, want dat is toch iets, ik had daar niet zozeer over nagedacht. Nee. Ik dacht gewoon, ik ga bloemetjes maken en mag het heten met bloemetjes in de weer. En toen kreeg ik toch ineens van de Kamer van Koophandel van, je moet ook je boekhouding en dingen. Toen dacht ik, nee. Ja. Maar ja, het hoort erbij. Ja. Ja, en het is ineens je eigen geld, hè? Dus aan het eind van de maand is er niet iemand die geld stort? Nee. Dus je hebt of mazzel en dan heb je salaris aan het einde van de maand. En soms heb je ook wel eens een slechte maand en dan blijft er niks over. Dan ben je blij dat je de kosten kan dekken. Dus dan
Dat kan ook wel eens gebeuren. Moest je daar aan wennen? Het lijkt me zo schrikken zo'n eerste keer dat je denkt, nou, januari was niet zo'n goede maand. Nee, januari is nooit een goede maand. Maar dan, weet je, als je het goed doet en je hebt de cash, dan kan je dus de januari overbruggen. Ja. En dan ga je vanzelf weer van feestdag naar feestdag hoppen. Maar ja, het moet natuurlijk zijn dat je elke maand het gaat doen. Maar ja, dat heeft tijd nodig. Wordt aan gewerkt. Ja, ja, want het lijkt me, wat dat betreft, dat jij wel een lastig vak hebt. Hè? Dit is een wijk waar ook aardig wat mensen met financiële problemen zijn. Nou, brood moet je iedere dag kopen. Ja. Maar kleding en bloemen, dat kan je wel laten zitten. Juist. Ja, dat is echt een luxe product. Ja. Dus je merkt ook echt, vooral hier in de wijk, als ze komen, dan hebben ze of net hun geld gebeurd, of ze hebben wat over aan het einde van de maand. Ja. Weet je dat? Ja. En je merkt hier ook veel één los bloemetje bijvoorbeeld, want ze willen toch iets in huis. Ja. Of het goedkoopste bosje. Dus twee bosjes tulpjes voor €5 of dat soort dingen. Want dan hebben ze toch iets vrolijks in huis. Dus ja, dat merk je hier wel. Vind je dat soms moeilijk om te zien? Want jij ziet iedereen hier voorbij komen. En dan kun je soms ook wel zien dat mensen het wat moeilijker hebben. Ja, maar ik ben ook wel het type dat, ik heb bijvoorbeeld een klantje en die komt heel vaak bloemetjes bij me halen voor anderen. En nooit voor dezelf. Maar ze krijgt ook echt nooit bloemen. En dat hoorde ik laatst en toen dacht ik, weet je wat, ze krijgt van mij een bosje bloem. En dan gaat het niet om bossen van weet ik voor hoeveel, maar gewoon het gebaar, dat vond ze zo lief. Kijk, en daar doe ik het voor. Je hebt veel aanloop ook, hè? Ja, ja. Je merkt hier toch wel van de weg af dat mensen denken, vooral als je dingen buiten hebt staan, dat is met voorjaar met beter weer makkelijker natuurlijk. Dat ze toch even wat makkelijker naar binnen komen. Oh, ik zag een leuk plantje staan. Ja. Oh, kom toch even bij je binnen kijken. Maar komen ze ook van gezelligheid? Ja, heel erg. Ja, ik heb echt klanten die komen binnen. Ha, wifi, hoe is het? Ah, bakkie, ja, doe maar lekker bakkie. En dan doen we samen een bakkie. En dan zoeken ze daarna een bloemetje uit. En sommige mensen, ja, vooral hier uit de wijk, de oudere mensen, die komen ook vaak gewoon even een babbeltje maken. Even die zijn voor toch een praatje. Ja, die komen echt voor een praatje. En die zijn echt, merk je gewoon ook echt eenzaam. Dus dan ben ik er en dan neem ik ze lekker mee naar buiten als het lekker weer is. En dan gaan we lekker op de stoel zitten en dan lekker kletsen. En dan gewoon dik een uur hoor. En dan blijven ze lekker zitten en kletsen en dingen. Dus ja, nee, ik hou er wel van. En koop jij op kleur in? Nee, ik koop eigenlijk dus gewoon... Het is toeval dat het allemaal een beetje roze tinten zijn. Nou, ik merkte dat ik wel wat roze had, maar dat veel vraag was deze week naar roze. Dus toen dacht ik, oh, dan kan ik deze nog wel nemen. En mijn roze gipskruid was bijna op en dat loopt echt als een trein. Dus dan weet ik gewoon, dat moet ik echt bestellen. Maar ja, gipskruid, dat is mijn jeugd, dat is jaren 80, toch? Ja, maar dat komt echt helemaal terug. Wit gipskruid en roze gipskruid. De jongere zegt eigenlijk kruiden. Dat mijn jeugd retro is nu, hè? Oh, ja, sorry. Kom maar helemaal terug. Ja, maar dat is echt... ouderwetse bloemetjes komen helemaal terug. Ja, en zo heb je wel meerdere bloemen. Astromeria bijvoorbeeld, die hele lange groene. Oh ja, hoe heet het? Astromeria. Oh ja. Die zijn ook heel sterk, dus de mensen pakken dat ook wat makkelijker mee. Omdat ze er lange plezier van hebben. Ja. Dat is Leen. Komt altijd even een bakje doen. Oh, lekker warm is die. Alsjeblieft. Dankjewel. Kom je dat vaker doen, een bakje halen? Af en toe. Dan vind ik het heel leuk. Ja, is het een beetje gezellig? Jawel. Ja. Ja, echt. Ja. Het is echt leuk. Ja, drink hem lekker op en dan dat maar aan werk. Dat is het mooiste wat je kan hebben bij de gemeente. Ja? Ja? Oh ja, heb je zo'n mooie baan? Ja, je ziet het, hè. Ja. Zelf je tijd indelen? Heerlijk. Want wat doe je bij de gemeente? Zwerfvuil. Zwerfvuil, ja. Langs fletten, hoe heet het, struikjes, noem maar op. Houden ze het een beetje netjes? Ja, ik durf niet hard te zeggen, maar... Oh, zeg het maar heel zacht. Ja, af en toe niet. Af en toe niet. Dus als het aan jou ligt, moet het een beetje netter? Ja. Ja, nou drink lekker je bakkie op. Dankjewel. Nou begreep ik dat jij hier niet heel lang kan blijven, hè? Nee, zover het ernaar uitziet. Ik heb een contract nog voor 5 jaar lopen. Met de gemeente? Met de gemeente. Ja. En dan is het de bedoeling dat alles weggaat. Ja, maar dat is toch erg? Iedereen kent dit stalletje. Ja, maar dat is ook het grappige. Als mensen hier binnenkomen die al een hele tijd... Dit staat er echt al zo lang! Ja, ja,
Ja, dat is wel. Maar ja, ik heb altijd gezegd, ik wil voor mezelf beginnen. Dus ik begin die kiosk. Ja. Ik wil toch doorstromen naar een winkel. Dus ja, dit is voor mij gewoon een hele mooie opstap om klantenbinding en ook dit mee te maken. En dan kan ik altijd hier in de wijk een bloemenwinkeltje beginnen. Maar waar hoop je dan te zitten zo over een jaar of 10? Ja, dan hoop ik toch wel echt een vaste winkel te hebben. Waar maakt me op zich niet zo heel veel uit. Als het maar weer gewoon gezellig is. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Mensen die gewoon binnenkomen voor dat babbeltje. Ja. Juist voor een babbeltje. Ja. Ja. Weet je, en dan naar huis gaan met een mooie bos met bloemen. En of wat die nou 3 euro kost of een tientje of 20. Dat maakt niet uit. Ik wil dat de mensen vrolijk en tevreden naar huis gaan. En dat is het allerbelangrijkste. Dus dat, ja. Ga jij nog iedere dag vrolijk en tevreden naar huis? Ja, tuurlijk. Ja, ik... einde van de dag denk ik zo, we hebben het weer gedaan en op naar de volgende. Wat een waanzinnig mooie bos ben je trouwens aan het maken. Ja, toch? Prachtig. En zet je die nou gewoon hier neer? Of? Nee, dit is een bestelling. Dus of je mag zo even op de winkel passen, of je mag hem gaan bezorgen voor me. Zou je het aandurven dat ik op de winkel pas? Nee, hè? Nou, ik denk wel dat je heel veel aanloop krijgt. Want ik denk dat de klant toch denkt, hè, wat is dit dan? Maar ja, ik denk dat het leukste is als je hem gaat bezorgen. Ja, waar moet hij heen? Hier op Overvecht, vlakbij. Adres staat erop. Ga brengen. En dan moet het goed komen. Ik vond het gezellig. Goeie zaken. Dank je wel. En leuk dat jullie er waren. Doeg. Doeg. Ben jij Nanda? Heb ik een bosje van Martin. Voor jou. Alsjeblieft. Geniet ervan. Dankjewel. Fijne dag, hè? Ja. Doei. Doeg.